Eén poison pot per persoon. We hebben dus 4 van elke pot per persoon. Oké, behalve poison. Ja, poison. Yes, I want to close. Epic Games gaat niet dicht. Dus speed, 4 speed en 4 strength. Kopen, kan blijven zeggen. Hebben we nog meer speed en strength? We hebben 4. Waarom zit iemand van Kederom in de verdediging chat? I don't fucking know. Fucking betray. Er zitten fucking 4 gasten van... Is van nooit dat Nigeria. Waar staat verdediging? Ook een 3. Ja, die Missouria is onder ons. De generaal van de wereld is nu een doko. Shields. Zou shields handig zijn? Ik denk het wel. Ja. Shield? Ja, maar je kan niks in je op hem meer. Ja. Gewoon de totem. Maar je gaat toch niet meteen de totem in? Ga gewoon niet, doe gewoon niet als eerste je totem. Doe gewoon eerst shield. Yo, en als even een ding. Als je een trident gooit, dan returnt je niet naar je offhand. Of wel? Nee. Gewoon niet eens naar je normale slot. Het gaat gewoon... Dus nee, geen gooi trident in je offhand doen. Dat is echt heel kut. Ik merkte het net. Nee, ik kon alleen een curse of vanishing chip, man. Ik pak gewoon een shield. Ik heb echt een leuke curse of vanishing op. Als stel van deze ook echt diep teleurgesteld zijn met de ja, dan disbanden wij als king. Een paar golden apples. Wie heeft nog geen shield? Ik heb volgens mij geen boom. Ik heb er 3. Hebben we nog een curse of vanishing boek of niet? Ik heb er hier 1. Wat wil je die echt op je shield? Ik heb hier nog 1. Shield boeit niet, shield is toch een enchanted, maar ik heb een boog. Ik heb geen curse of vanishing. Ik heb hier nog 6 iron en wat hout, ik moet zelf wat maken. Ik heb Iron M aan het werk. Deze, kijk, help mij. Ik maak al van mijn Ender Chest. Oh shit, ik moet mijn armor switchen. Ik heb nog niks geswitcht. Oh, bro. Ik heb 4 stacks Ender Pearls, jezus. Kutzooi. Het is dood. Oké, ik ga gewoon ergens een chest. Ik ga gewoon ergens een chest plaatsen. Dan ben jij hem niet. Wat een flikker. Hé, Xander, maak het op een shield. Ja, ik heb wat Iron hier. Ik heb een iron getrokken. Ik maak er wel één. Oké, guys. Ik heb echt geen hout. Oh. Ja. Ik heb een shield. Even 5 minuutjes. Ja. 5 minuten? Ja, even 5 minuten. Even allemaal even je mond. Dan doe ik even wat dingen uitleggen, et cetera. Oh, okay. Moeten we muten? Nee, je hoeft niet te muten. Als je gewoon heel even je mond houdt, is goed doen. Oké, ik heb over hun aan de verdediging ook wat uitgelegd. Je mag niks breken, je mag alleen bouwen voor een TNT-kanon. Bouw je iets wat niet op een TNT-kanon lijkt om soort van om de regels heen te gaan, wordt de oorlog gedisqualificeerd, verlies je automatisch. Hun hebben strings in de base. Doe je die per ongeluk slopen tijdens PvP, zie ik dat niet als slopen, dat gaat per ongeluk. Ga je het expres doen zonder dat iemand in de buurt is, zie ik het wel slopen. Maar de base moet toch wel, één kunnen. We kunnen niet base, ik heb omdat er strings in zitten. Ik heb hem gecheckt. Je kan naar binnen en naar buiten via zelf, via een weg of wat dan ook. Zonder te enterpearlen, gewoon lopend via deur. Juist. Oké. Okay. Ja, dus hij klopt helemaal. Verder, je mag de dimap gebruiken om te kijken hoe het wat dat mag. Kijk, wat ik nog meer? TNT-kanonstand, dat heb ik gezegd. Nog over het campen. Hun mogen campen, dat mag. Tot. Maar gaat het te lang duren dat allebei de partijen niks doen, grijp ik in en dat houdt in. Eerst krijg je een waarschuwing van jongens, ga ze wat doen, dat zeg ik tegen allebei de partijen. Gebeurt er daar nog steeds niks, teleporteer ik iemand naar een open veld en zoek je tamer uit. Dan, als je doodgaat, mag je niet terug naar de provincie. Je blijft in je kingdom. Je blijft daar op het land. Hun mogen niet terugkomen of wat dan ook. Wil je in spectator gaan kijken? Dat mag. Maar dan moet je privé 3 joinen of openbaar en ik sleep je. Dat pas mag je in spectator. Doe je dat eerder, zonder dat je daar zit en zonder dat ik toestemming heb gegeven, dat is dan meer voor Kenzo en Sander. Doe je dat eerder? Ja. Wacht, hoezo krijg je wat? Doen jullie dat eerder zonder dat ik toestemming heb gegeven, is de oorlog gedisqualificeerd, verlies je automatisch. Verder, hou je aan de regels, speelt leuk, have fun. We mogen toch gewoon
Ja, wacht. Wat was het qua bouwen? Je mag gewoon, we mogen bij onze aanvalbase toch wel bouwen. Ja, je mag hier, mag je. Er mag, staat gewoon maximaal tot daar. Maximaal tot daar. Maar je mag alleen, je mag overal een TNT-kolom mag je bouwen. Alleen wel plekken waar het logisch is. Ik bedoel, je gaat niet zo eerst een land helemaal opblazen en daar ga je die base aanvallen. Dat is bullshit. Etten. Maar je mag toch gewoon bijbouwen bij je base? Er staat al een base, verder heb je niks nodig. Oké. Etten. Dus niks bouwen boven TNT-kolom. Kijk, stel ik moet halverwege in kan weg omdat mijn vader weer een beetje klote doet, wat dan? Dan is het heel simpel en dan heb je eigenlijk gewoon pech. Oké. Okay. Ja, maar kan ik dat ik combat leave of... Als je combat leave, dan word je automatisch gedood en zie ik dat is dood. En ook als je leave tijdens de oorlog, zie ik dat ook dat je dood gaat. Oké, dan is het gewoon dat ik dood ga en dat is het. Ja, dat klopt gewoon je eerste. Nee, oké, okay, niet vanwege combat lock of op enemy terrein uitlog of zo. Nee, kijk, ben je in combat en je doet dan uitloggen, dan kunnen we je automatisch doden. Dat is gewoon ja, dat snap ik. Nee, maar dan krijg je geen of zo. Nee. Als dat zo gebeurt, als bijvoorbeeld, we beginnen dadelijk, we zijn 5 minuten bezig en jij moet in één keer weg. En je doet dan uitloggen op vijandelijk terrein, ga ik daar niks van zeggen. Oké, als ik wil joinen, maar gewoon meteen weggaan. Als je joint, gewoon gelijk naar je kingdom spawn, stuur mij een bericht van ik ga nu joinen, ik ben nu naar mijn kingdom spawn. Dan kan ik je uit, dan weet ik het. Doe me berichten, dat ik ervan weet. Jo, is goed. Sam, heb je even door je space? Oké, ja. Verder, iemand nog vragen? Ja, kan je nog even herhalen over dat spectator game wat je zei? Voor als je af bent en je wil een spectator, dan moet je even openbaar joinen. Oké, okay, zo. Paar 1, dan sleep ik je naar privé 3 en dan zet ik je in spectator. Je mag dan niet meer terug de oorlogcall in. Oké. Ben je af en je wil niet in spectator, maar dan mag je wel de oorlogcall hier in deze blijven. Oké. Ja, dit geldt voor allebei de partijen, dus als iemand af is en hij wil een spectator, dus je ziet opeens iemand dat hij wel op de time-up is. Kijk dan even in welke call die zit. Als hij in privé 3 zit, betekent dat hij dood is gegaan. Dan is hij dood, maar dan zit ze expres bij mij in de call, zodat ik iedereen in de gaten kan houden. Oh, nog één klein ding. Als iemand aan het spectaten is, of jij krijgt een bericht via chat, of via een Discord server, of whatever, wat met de oorlog te maken heeft, zodat hun jou een voorsprong moet geven, of whatever, ben je gedisqualificeerd en is heel de oorlog klaar gewoon in één keer. Als iemand dat naar ons stuurt. Als iemand dat doet, ik doe iedereen erop waarschuwen die in Chemo 3 gaan. Wat als gewoon iemand in Chemo 3 gaat en iemand random ons een bericht stuurt, terwijl we niet om hebben gevraagd? Dan kijk ik eerst uiteraard wie het is. Ik heb het dan bij jullie vooral over als Fighting Polar jullie een bericht stuurt met kijk uit, hun zijn daar. Dan. Maar wat als wij daar helemaal niet voor vragen, want... Dan moeten we even kijken wie het heeft gedaan, maar ik zie Fighting Polar dat niet zo snel doen. Okay. Doet iemand anders, doe bijvoorbeeld, zeg eventjes Alco, ik zeg maar wat. Die doet even jou een berichtje sturen, gewoon om te kutten. Dan krijgt hij een probleem, jullie niet. Want jullie hebben er niks mee te maken. Sammy, Ja? We zitten in Challenge. Oké, okay. Is iedereen klaar om geteleporteerd te worden? Nee, Edwin, ik heb nog één vraag. Er zit nog geen vanishing op, maar oké. Doe eerst een vraag, Mark. Ik heb mijn eigen boog. Tellen waterbug is ook plaats van blokken, zeg maar. Want het is zeg maar. Ja. Oké, dus ik wacht in waterbug plaatsen. Mag je plaatsen als bij TNT-kanon is? Oké, dus niet bijvoorbeeld als ik in die val van hen val. Nee, mag je niet plaatsen. Oké. Maar wel met deze fansje. Ik weet niet of ik alles bij heb. Ja? Oké. Hier staat één ender chest in jullie base. Ik zorg ervoor dat heel de tijd het dag blijft en dat de zon blijft schijnen. That's it. Maar je mag dus niks bouwen om zeg maar arrows of zo te verdedigen. Nee. Jullie hebben je base en daar kan je in schuilen mocht je bijna doodgaan of wat dan ook. Heeft iedereen shield? Verder, pak het slim aan. Laatste tip die ik geef. Denk eraan, in elke ruimte moet altijd een in- en uitgang zijn. De uitgang mag de enemy de defender bezend? Mag de enemy de defender bezend? Zou eventueel mogen. Het zou echt heel dom zijn vast als ze uit hun base gaan. No sense. Maar het zou mogen, ja.
Oké. Ja, wie kan ik teleporteren? Mij kun je al teleporteren. Mij ook. Goeie. Heeft iemand een energy mee? Ja, ik heb daar staat er toch één. Okay. Even kijken, wie nog meer? No sense. Ja, no sense. Right. Oh, dat is verkeerde. Oké. Okay. Ik denk dat ik kom. Nee, no sense, ik ga, online? Gaan al die mensen eraan. Ook weg? Oké, oké, oké. Ze zitten, Alco zit daar, terwijl dat niet hoort. Nee, ik ga zo meteen terug naar die call, iedereen wegsturen en dan... Even kijken, wie kan nog meer? Legend of Long. Ja. Sammy gewoon. Mij. Sammy gewoon. Habu? Ja. Habu. Habu? Ja. Legend of Long kan ook. Oké. Ik weet nog steeds niet wie u bent. Ja. Wat gebeurt met een ding? Oh joh, wie heeft deze beest gemaakt? Mochten wij? Ik heb hem even snel gemaakt. Oké, dan wacht je nog heel veel op No Sense en dan doe ik die laatste. Ja, als mijn internet niet is. Oké, je bent online, ik teleporteer je. Ja, leef je. Oké, even laatste dingetje. Pas de beest verlaten als ik het zeg. Dus even terug erin gaan. Nee, aan de deur. Sammy, kom. Ja? Ik heb net gezegd dat je niet mag bouwen en slopen. En je bouwt gelijk een rondje. Oh, okay. Ja, mocht je toch bij onze beest bouwen? Oké, van binnen dan alleen, ja? Dat doen we. Oké. Laatste, beest pas verlaten als ik het startsein heb gegeven. Redstone. Ja, duidelijk. We zijn maar met 5, hè? Ik ben niet klaar, de gasten. Wie met je, hè? Ja, hij staat hier buiten. Wacht, ik denk geen wat. Ik weet niet. Ik heb alleen een nog wat vragen? Heeft iemand bouwblokken gewoon om de TNT? Ik heb een stack stone. Oké. Okay. Ik heb hier een stack hout eventueel nog. Of emerald blocks. Ja. Yo, ik heb 1 swiftness, 1 fire resistance en 1 strength. Ik weet niet of dat genoeg is. Iemand? Ja, oké. Okay. Nou, dat is beter. Wacht even. Weet je die gap op? Nee, ik had ze gerenamed, dus ze stekken maar bij 30. Ik heb 31. Waar had je gapples gerenamed? Want ik had de texture pack en dan zagen ze eruit als Mario Superstars. Daarom noemde ik ze naar super. Daarom heette mijn totem of een die blue fairies. Oh, dat ligt van je moet met zo'n munten betalen en je krijgt 2 per dag als je wilt. Of 4 ligt. Heeft iemand nog extra pots bij of niet? Nee, we hebben geen extra's. Wat heb je meegenomen? Ja, ik heb 1 swiftness, 1 fire resistance, 1 strength. Bro, serieus, je moest 4 van alles pakken. Wat? Nee. Ik heb wat extra's voor jou, Joshua. Ja, geef wat. Ik heb nog een energiast. Hij gaat hier bloemen. 1 en 1 strength heb ik nog. Ik heb hier nog een paar van. Oh, yo, wat is dat? Wat is dat? Holy shit. Nee, niks aan bloed, niks. Helemaal niks. Zet dat ding terug. Ja. Waarom hebben we een twijfel als ze niet eens over het water gaan? Ja, nee. Wij wisten niet dat het als cadeautje van Sander, dus niks. Ja, shut up. Oh, ja, oké. Het biedt trein weg. Deze schilling. Doe ik mijn trident terug. Yo, mijn offhand glitst hem helemaal. We mogen letterlijk gewoon... Ja. Er is helemaal geen eieren bij als ze willen combat loggen. Nice. Ik kan gewoon ei tegenaan gooien. Ik doe mijn totem in mijn tweede slot. Dat is misschien wel handig. Reken dat we eerst gewoon gaan boos spammen. We gaan sowieso niet rushen eerst. Gewoon alles opblazen. Heeft iedereen überhaupt flint en steel bij? Ja. Ik heb geen flintbow. Oh, je flamebow, dus het maakt... Flamebow. We mogen gewoon letterlijk TNT tegen hun ding aanplaatsen. Oh ja. Het is obsidian. Ja, weet ik, maar gewoon de rest mag opgeblazen. Nee, ik heb geen aansteken, jongens. Ik kan die strength opblazen op met TNT. Ja. Maar dan kunnen we dan naar binnen schieten. Dan schieten we dat wel naar binnen, oké? Heeft iedereen arrow? Ja? Ja. Sander, we gaan TNT jumpen. Fuck. Die hij. We gaan TNT jumpen. Dit was sabotage, dat was Edwin. Ah, die is smerig, vuil. Nee, kijk. Hij is dat is wel echt Edwin. Die is, hoe heet het? Bro, Edwin. Ik pak hem. Hoe kan die grip hier komen? Maar de rest voelt mij wel van allemaal. Ik zie Vincent, Duncan NL, Jeroen, Aquaman. Oh ja, we hadden ook Pickaxe kunnen kopen. Zal ik gewoon de link van de stream in de Discord voor je? Ja, ik kan ook Yo, maar dan heb je daar allemaal van die Ghost in the Manor. Ja, daarom. Doe in de Kingdom Chat. Ja, ik ga sowieso ghosten. In de Discord kunnen we hem zien.
We gaan gewoon die stream kijken tot ze aan het spelen zijn. En Sander gaat, Sander gaat solo, wij gaan kijken. Gaat Sander solo? Een 1v6. 1v6, ja, precies. Easy. Hoe is je wifi nou recent? Ja, het gaat nu beter, maar ik hoop dat het zo blijft voorlopig. Ja, het is connect met fine. Nee, ja, anders kan ik als zeggen, kan ik ook uit de Discord call gaan. Doet Alcon mee? Ja, maar dan gaat hij alsnog bij jou alsnog. Doet Alcon mee, of niet? Nee. Blijkbaar. We zijn met z'n zes, toch? Goeie koning. We zijn met zes. Met wie zijn ze eigenlijk? Je maakt maar maximaal vier. Heel Nigeria is een spectator. Jezus, iedereen staat daar. Ja, Dokkan ook. Dokkan ook. Jezus. Dat zit als meer als zes uit. Je had het echt het zwaard moeten innemen naar I eat ass ofzo. Gewoon iets. Maar het staat er niet in. Nee, dat staat er niet. We kunnen. Zou hun grond van obsidian. Hebben ze hun grond van obsidian gemaakt? Ja. Anders kunnen we gaan drillen ondergrond. Moeten wij iets uit een bezem hakken of zo? Nee, we mogen niks hakken. Nee, het is alleen voor het overnemen. Pickaxe heeft niks. Nee, ik bedoel, moeten wij een vlak of zo veroveren? Nee, moeten ze killen. Iedereen killen. Oké. Skills. Kent ze hurk, iedereen hurk. Oh ja, wacht even, ik ga op mijn hurken. Ik zit toch met veel meer. Geen op z'n hurk. Nee, we zitten met z'n zus. Ja, Batman moet weg. What the fuck doen hun allemaal daar? Ja, zie je. Ja, zitten echt met 10 man daar. Dat is echt. LS moet toch helpen van hun of zoiets? Oh wacht, in spectator kan je ook gewoon zien, want Hoezel en Pep die is ook gewoon aan het spectaten. En die zie je ook op die map, dus. Ja. Mensen, in spectator. Ik kom niet echt starten, jongen. Kunnen we bot aanzetten? Nee jongens, ik heb het bijna niet openstaan voor zeg maar een lag te voorkomen. Ja. Dus. Ja, dat is niet handig als iedereen. Hadden we een e-spot mogen gebruiken? Kijk, mensen bij ons. Dan, als dat was dit. Hey, Woezel en Pep, kijk bij ons. Hey. Gang. Woezel en Pep zijn dat we allemaal minions kunnen aan moeten doen. Oké. Minion Army. Oh, dit is ook gewoon het enige kleine stukje dat niet van hun is. Ik vind het wel mooi dat onze bezem outline is. Iedereen ook. We gaan toch gewoon. Maar hoe dat dit is, het is al 6 over 8. Gaan we winnen of gaan we weg? Dit is een stukje Shagrat. Of niet? Oh, wat? Ik moet nog huiswerk maken, want dit gaat niet door. Ik heb een pickaxe, waar heb ik een pickaxe bij? Ja. Het duurt al langer dan op tijd. Die manager doen de pickaxe. Ik had gewoon pudding kunnen halen, wat een leugenaar was. Jij bent pudding. Doe allemaal in chat, hashtag team pudding. Nee. Hey, team pudding. Waarom is dit een lantern hier? Waar zit er? Oh wacht, dat is privé waar ze in zitten. Ik kan hem niet weghalen. Hoezo niet? What the fuck? Omdat het bedoken is. Ja, maar we kunnen hier gewoon plaatsen. Ik heb burns! Hey, wat is nou het plan voor de laatste keer voor de duidelijkheid? We gaan eerst gewoon een beetje met hun base gewoon zo fucked up mogelijk maken. Ja. Heb je die Golden Carrots voor Saturation gedaan? Nee. Blijven we grouped of gaan we ook op split? Nee, we blijven echt gewoon. Ik probeer 10-10 en auto. Nee, maar je hebt Flintesteel. Yo, je kan proberen dezelfde persoon te hitten, maar als je met z'n drie op één persoon instaat, dan gaat de Golden Apple niet voldoen. Ja, zullen we gaan focussen? Oh, kunnen we elkaar hitten? We kunnen elkaar niet hitten. Nee, we kunnen elkaar niet hitten, dus je kan gewoon focussen. Hendrik! Als we aan het vechten zijn, moet je even allemaal stil zijn, een beetje. Jijks. Niet gaan schreeuwen. Wij zijn met elkaar aan het masturberen. Ja, is goed. De helft is spectator game mode. Ja, kunnen ze misschien vanish ofzo, dat we niet zien op de map. Edwin. Ding. Kun je mij misschien... Edwin, kan je misschien niet fixen? Hun zijn allemaal Game Boy 3, maar we kunnen ze allemaal zien op de map. Dat is een beetje verwarrend. Nee, kan ik nu even niks... Ja, ik kan hem hide. Kan je ze invisen? Ja, of dit map snel even dit. Ja, noem maar even snel één voor één de naam op die ik moet hiden. Ja, ik weet niet wie meedoet en wie niet. Dus... Oh. Batman sowieso. Silent Shadows. Polar Bear NL. Die Woezel en Pep. Wacht. Polar Bear NL. Silent Shadows ga ik niet doen. Wacht even.
Ik heb klanten. Silent Shadows, ja. Yeah. Taco GR. Ja. Boezel en Peppo. Dit is allemaal breken, maar de rest. Was dat het? X Rocket en Candy. Sjoe, had ik die al? Wow, ik kan geen TNT plaatsen. Nee, nee. Ze zijn nu met 6. Wat? Daar in de beker. Ik kan geen TNT plaatsen. Mag ik aan mij? Als ik die... Oh, wacht, jawel. En wat doe je nou? Ik heb het aangekomen. Het bukte helemaal bij mij. Mag ik één iron? Bro, doe rustig. Ik blijf bijna hier zelf van, man. Mag ik misschien geen andere mensen fix zeker dan? Dan betaal ik jou op CD. Wat? Mag ik een iron, dan betaal ik je een obsidian. Een iron? Ja, één iron bar. Hebben we geen flitter steel? Nee, ik heb wel flitter. Oh, dat is je. Oh. Voordat jij oorlog begint. Hier, heb je. Ik heb flint. Doen we het nog, hoe heet het ons bijgeloof? De bijen. De bijbel. Ik heb 2 knockbacks gehad. De Bijbel in ons in de andere markt. Ja, oké, jullie zijn er klaar voor? Ja. Yep. Altijd. Okay. Altijd. Ja. Gewoon ready. Wat? Ik heb hier de achter. Nee, niet die potten. Alleen Fire. We zijn begonnen. Alleen Fire Resistance. Ja, weet ik. Maar niet gewoon alleen Fire Resistance. Of niet eens, you know. We gaan niet meteen vechten. We gaan wel gewoon boos spammen. Oh, wacht even. We spelen op mijn pixels. 8 minuten. Net nu, hè. Net nu. Dory. Ik heb 2 nog gehad. Ah, oké. Niet chill. Bro, ik lag niet, man. What the fuck. Hou de goede kant op. Ah, god. Ja, het is maar één kant hoor. Het is fucking end, holy shit. Ja. Ik ga eerst boos spelen. Wat is die onder dan? Ik ga echt mijn dim-up verplaatsen. Hé, ik zie je niet, hè? Nee, dat is fout. Gewoon Noord-rennen. Ik wil hij nog veel, maar ik kan ze wel schaam. Ik zie het al, daar is het. Gaat wel. What the fuck zijn er zoveel mobs? Bro, ik heb die lag spikes niet normaal. Oh no, dat is niet goed, man. What the fuck? Nee, dat weet ik. Ah, ja, ga je fucking... Vinden, is dit een nou, dat het internet instabiel is. Is dit een fuck? Ja, dit is het. Is dit het? Okay, ja, moet je gewoon allemaal killen, dus dat is. Fuck it up, fuck hem up! Ik mag gewoon niet in de pink. Kenzo, fuck it up. Ja? Wat block damage staat uit? TNT damage. Wat? TNT damage is uit, volgens mij. Oh. Wacht, dat hoort toch niet? Het hoort toch? Ja, dan kun je toch niks? Add in. What the fuck is dit? Twee seconden, even pauze, wat? Wat is dit echt met z'n zessen daarbinnen? Zit met al zijn dikke camper, wat is dat dan? Doe dan niet, ze staan hier. TNT doet geen damage, by the way. Ja, hij gaat het... Nee, dat gaat hij fixen. Oh, dan. Hij is een boze! Nice al. Oh, daar zitten ze dus. Daar zitten ze dus. Ja, in het midden gewoon. Hey, hebben ze nou een crossbow? Imagine een crossbow hebben. Ik heb geen arrow bij. Heeft iemand een arrow? Sander! Ja, dus vroeg Sammy, volgens mij letterlijk nog. Trouwens, mijn hele inventory glitcht hem helemaal. We kunnen gewoon bovenop een ding. Ja, no sense lagt heel erg. Hij gaat echt. Wie gaat er naar binnen? Oh, mijn inventory lagt hem compleet. Mijn inventory bukt hem. Het staat aan. Oh, ik kan doen. Jezus, wat een kanker. Het gaat aan. Ja. Zo, hey. Wow! Koeien, wat de fuck doe je, man? Kom terug. Ik probeer het niet aan te schieten. Hoe komen we nu naar binnen eigenlijk? Ja, en nog ze hebben, nee, ze hebben, ja, maar ze hebben binnen. Rindelijk. Gewoon niet naar binnen gaan, man. Gewoon eerst even pas, met pas even, doe gewoon bovenop tegen. Precies, eerst met z'n fucken. Precies. Doe gewoon bovenop TNT plaatsen, op het bovenkant. Ja, weet ik, maar ik mag niet bouwen, zeg maar. We kunnen het die explosie, man. Je hebt toch ender pearls? Ze hebben water, ze hebben water! Pak, ga de Titan aan! Oh, wow. Kut! Ik heb een ender chest. Ken ze ook niet. Blablabla. Als het toch normaal kan. Zal ik mijn ook pakken? Ja, doe maar.
Gewoon, kom, we gaan op het dak. Op het dak? Ja, ja, gewoon via het dak. Bovenop gaan zitten. Zitten. Dat lukt toch? Ik zit er bovenop, ja. Dat lukt. Ik zie niks om het tanden. Als het mag hem ook eens lopen, dan moet het niet. Kan niks, man. Kan helemaal niks. Doe damage. Mogen die dingen niet slopen? Aan de kant van de kant. Nee. Waarom zouden we obsidies niet mogen slopen? Want weet ik veel, te stom. Maar we moeten even kijken waar hun ingang zit. Volgens mij hier. Ja, nu is het toch. Volgens mij kan niet naar binnen. Pas op, koeien, let op. Nee, Obi mogen niet slopen. Hier is letterlijk. Je gaat hier niet naar binnen komen via de bovenkant. Hier is een ingang. Oh. Ingang is opgesloten. Voor de TNT. Bro, wat is die gek? Kennen ze de TNT? Pas op. Jongen, waar heb ik dit al gedacht, hè? We krijgen wel damage. We krijgen wel. Ja, maar hier is het toch weer. Ja, iedereen gooit TNT neer, wat is dit? Stop! Ik word bijna van mijn dak afgeslagen. Hallo? Yo, we gaan niet naar binnen komen zo. Ja, nee. Ja, de voorkant. Ze hebben gaten gewoon in de muur. Holy shit, koeien, wat doe je? Oh, wie pleurt mij er al wel komen? We kunnen hier gewoon naar binnen TNT damage. Sanne, is dat een. We kunnen hier gewoon naar binnen TP'en. We kunnen hier gewoon naar binnen. Ja, niet gaan. Op waarom plaats je TNT? Oh. Waar zijn de andere ingangen? Hier zit gewoon aan de voorkant. Aan de voorkant zit zo'n ingang. Oh! Ja, ons armor zal niet kapot gaan wel TNT. Oh nee. Ik heb echt een geweldig iets. Pas op. Hier zit ook nog een ingang. Pas op. Oh, Kent. Jullie stoppen met TNT. Like, het gaat niet ja, wacht even. Er zitten ingangen hier. Er zitten fucking random openingen. TNT helpt niet. Ik denk twee. Helemaal. Die op dit is echt weinig jammer. Wat doe je nou dan? Kunnen jullie hier TNT inplaatsen? Niet zo. Ja, dat bedoel ik. Dus waarom volg je mijn koeien? Doe het. Ik had ze gewoon uitge. Sammy, heb je TNT? Ja. Go. Ja? Maar god, wat is die lek? Is dat aan de andere kant? Hoe kom je hierin? Via de voorkant, letterlijk. Is het er een ingang? Ja, maar echt twee groot? Ik maak deze aan even af. Eentje is dood! Een van de kisten zijn kapot! Een van de kisten is kapot! We hebben een kist met potions gesloopt! Oh. Plaats nog een TNT! De fuck de kist schieten! Op. Open het! Go! Let's go! Gewoon TNT blijven plaatsen. Oh, dat is gewoon slecht. Ja, let's go. Sander, watch out. Voor wat? Ja, doe. Kent ze, kom maar. Moet wel iets doen. Wie zit daar? Je kan niet naar beneden. Hier zo. Wat zit hier? Wie gooit steeds in TNT? Sorry, ik stop. Daar moet ik naar binnen komen hier. We hebben een plan nodig. Helemaal niks aan doen. Serieus. Wat is die logica, man? Hebben we een bepaalde tijd? Nee, toch? Wie is deze guy hier? Ook een guy. Hier zat een guy in de hoek. Ah, dat doet hem. TNT, pas op, koeien. Ja, dit werkt niet. Hoe zijn jullie erop gekomen? Van Pearl? Ja. Zit allemaal de shift, of niet? Of Trident, kan ook. Ah. Dit is echt zeer heftig, weet je. Als er eentje uit... Die ging graag. Yo, kan iemand nog wat meer TNT plaatsen? Zet je heks aan. Pas op met TNT. Aan de kant. Ja, eerst die en dan die andere. Oh. Volgens mij heb ik een ingang gevonden. Oh, dat is ook. Oh. Ja, ik heb iets gevonden. Kom in, kom onder. Kom naar onder de beest. Zie je waar ik ben? Zie je mijn TNT? Kom hier naar binnen. Ja, ik zie ik zou niet meteen gaan. Ja, ik zie het. Oh, ik zit met een TNT, ik zit met een valtrap. Blaas de TNT dan gaat dat ding niet aan. Ja, maar, ik blaas het. Ze hebben lingering arrows. Ik word gehit door iets, what the fuck? Er zit één vis. I don't fucking know, ik word gehit door iets, maar het is geen TNT. Misschien zit er één vis, dat kan kunnen. Of het zijn gewoon mobs.
Ik denk niet dat we überhaupt naar binnen kunnen. Misschien kunnen we door inpearlen. Oh, we kunnen erin pearlen, denk ik. Ja, weet ik, maar het hoort gewoon een ingang te zijn zonder te pearlen. Dus die moeten we even zoeken. Ja. Ja, hier bij mij is er een. Oh, hier is een fucking ingang. What the fuck? Jongens, zullen we er gewoon inpearlen? Ik zou uitkijken, ik heb misschien een chat ervoor. Ja, inderdaad. Wacht even. No. Ik vind het gewoon als crossbows gebruiken. Normaal boog zijn nog steeds slechter. Dat is nu weer normaal, gelukkig. Pas op, Hendrik, dat is TNT. Oh. Ja, zit allemaal boven te campen. Zit lava. Ja, ze wel een shit. Ik zeg wel, teleporteren gewoon in met de pearl. Ja, zullen we? Maar gaan we dan allemaal... Hier beneden kan je best doen. We moeten allemaal van andere kanten. Hierzo. Ja. Wacht even. Oké, iedereen, ga bij een ingang staan, oké? Welke ingang? Bij een ingang. Twee keer ingang. Ik pearl te ver. Wacht even. Iedereen even rustig. Wat is nu het plan? Hap pudding. Ik zit in de base. Je zit er al in. Wat? Nice. Ja, ik ben gepearled. Ik zeg toch, we doen er veel te lang over. Nee, ze weet niet dat ik erin ben. Oké, ze zien me. Ze hebben me gezien. Oké, iedereen erin. Ik heb een guy echt volledig gepoisoned. Kom iedereen erin. Oh, wat? Wie heeft die weakness potions van mij? Ik heb er drie. Sander, waar ben je? Ja, mijn inventory is hem compleet gebugd. Ik kan niks doen. Qua inventory swappen dan. Ah, zit er één. Yo, ik ben aan het verliezen, man. Ik zijn met z'n tweeën. Waar ben je? Zit u erin? Ik kom via de onderkant. Oké, via de onderkant. We komen eraan. Kom naar onderaan. Ja, we komen eraan. Waar zo? Als je ze fight daar. Welke ingang moeten we nemen? Hier, deze ingang, hierbovenin, toch? Ben je daar boven geënderpeld? Op dat obsidian ding geplaatst? Ik word op twee mensen geslagen, dat is zo gay, fuck. Waar ben je op? Ja. Waarop ben je gegaan? Kom hier gewoon in, ja hier doet erin. Waar zo? Dit is zo confusing. De onderkant, tering, ja, hoe moeilijk is het? Wie sprong naar beneden? Ik ben Sammy, niet stuk stom. What the fuck doet Toby nou in één keer hier? Waar is dit, Hendrik, alsjeblieft? Ben je daar naar boven? Aan de onderkant van de beest! Het is niet zo moeilijk, hoor! Ja, maar ik zie geen ingang. Ik ook niet. Zo laggy, holy shit. Ik zie een ingang. Oh, ik ben dood. Fuck dit. Bro, waar de fuck zat je? Welke ingang? Ik zie geen ingang. Ja, Hendrik gaat er gewoon in. Nee, serieus, oh mijn god, zo moeilijk is het niet om een gat te vinden aan de onderkant, ja, hoor. Maar zeg dan dat je erin gaat. Je ging er alleen in, zonder iemand. Ik heb iemand. Het vier keer gezegd. Ja, maar je wachtte niet tot iemand kwam. Ik kom hier niet uit. Ik kom er ook niet uit. Ik zit erin. Docent, ik zit er ook in. Ja, ik zit er al heel lang in, maar... Lex, zo fucking hard, man. Ik heb een nether portal geplaatst. Bro. Wat? Aquaman, focus mij. Ik kan hier niks. Was ook iemand anders bij mij, trouwens. Ja, nou is het lag, what the fuck? Welke lag? What the hell? Ik kan hier niet uit. Moet er één iemand focussen? Nee, het is tief, is hard, hè? Ja, wie gaan we focussen? Focus hè? Aqua. Ik zit in die trap. Focus Aqua. We lopen helemaal echt Sammy. We echt een goede lul, man. Ja, bro, niemand heeft gezegd waar die zat. Jawel! We hebben gezegd er zit een trap bij de ingang. Echt meerdere keren. Oké, ik word gewoon compleet gefocust op iedereen. Ik helemaal niks. Dit merkt zo hard, hè. Jezus. Welk clown heeft die endport weer ook gemaakt? Ja, sorry. Ik kan hier niet uit. Ja, ik kan niks. Ik heb Vincent! What the fuck? What the loser. Oh mijn god, hij is... Ga voor Jeroen Elswijk, kom. Ga voor die Misura ofzo. Pak die Nicky Nick. Kijk ook naar Amor. Ja. Iemand pak Vincent shit. Aqua die focust mij compleet.
Ik heb Muzerida, ik heb Muzerida. Nice, nice, nice. Pak letterlijk... Aqua, Aqua die gaat voor mij. Die is de hele tijd voor mij aan het gaan. Sorry, wacht even. Ik kan niet uitkomen door Annabelle delay. Ik was een fucking knockage source, niet te doen. Ja, ik krijg 2 voor 1 hier nu. Ze proberen hun loot te pakken. Denk ik? Nee, nee, of ze zitten gewoon te clownen. Wie pakken we? Oh, Nick, die zegt Aqua. Eentje die gaat weg. Kenzo, Edwin, tip mijn huis. Oh, dat is heel nice, dat is heel nice. Wat, je hebt nog 5 minuten voor je raid. Ja, nee, dat is onzin. Ik denk niet dat we naar spam worden getipped, anders zou echt gewoon... Ik word getoofiewant, Hallo, Sander, kan je helpen? Ja, dan word ik al de hele tijd. Ja, maar Aqua en Nicky, gewoon, nu je bezig bent. Ik zou ook fucking totem op je hebben, Hendrik. Had je geen totem mee op bent? Of was je doodgegaan door de totem? Sander, val je mij aan? Ik wou het, ik weet niet. Het is gewoon al die groene naampjes. Kaartgetrakt hier, holy shit. Ja, ik kom je helpen, docent. Ik zit erin. Oh shit, Alme, ik ga even totem. Ik heb één iemand, ik heb door iemand totem mee. Oh, iemand was zelfs een Nick is fucking laag nu. Focus op Nicky. Hallo. Sorry, ik zat jou te kritten. Ik zat de verkeerde guard. Pak deze dunker. Sander? Bro, nee, het is echt hier de tand. Slaan! Ik vind het een beetje kut, man. Het is helemaal niet dat hierin dit obsidian hok zit. Maar kapot is dit. Dat is al nice, want ze kunnen niet gewoon weggaan. Ja, dat is wel waar. Je kan niet regroepen en shit, je kan niet tactiek, het is gewoon slaan in de ronde. Dus, ik ben Duncan hier, ik heb Duncan hier, volgens mij is hij low, hij gappelt veel. Hij gappelt heel veel. Zouden ze extra setjes bij hebben? Kom maar, wat is dit? Ze gaan me iemand teamen of wat? Ah, kom maar, pak mij. Wat ben jij? Sander. Let echt op je gear. Als je gear lower is, krijg je ook meer damage. Ja, mijn gear is nog 3/4, omdat ik laat was. Mijn niet. Nicky, oh, je had één. Nicky is getropt. Oké, okay, zijn met z'n tweeën of zo. Oh, no sense is nood. Echt waar, dit is bullshit. Aqua is allemaal gekopt. Ze hadden extra setjes bij. Ik heb geen extra set bij trouwens. Kenzo, pas op, Kenzo. Pak hem. Pak Aqua. Zijn we nog levend? Ja. En als ik nu join, mag ik dan nog meedoen? Ik weet niet, was je weggegaan? Ja. We winnen echt keihard. Focus Aqua. Duncan heeft geen broek. Duncan heeft geen broek. Serieus? Pak Duncan. Zijn het Duncan en Aqua, of niet? Dat is één totem. Ik kan naar binnen. Aqua, pak mij. Duncan is dood. Allee, pak Jeroen. Wie leeft er nog? Jeroen is door zijn totem heen. Aqua leeft nog. Duncan is dood. Allee, Jeroen, pak Aqua. Ik kan Sam. Pak Aqua. Pak hem. Dit land is van ons. Dit land is van ons. Hier Emerald Rank. Klauw. Hij gaat weg, hij wil ons weg. Zelmer is kapot. Ga niet allemaal in één staan, niet allemaal in één. Iemand gaat vast looten. Ja, pak veel meer. Maar ik kon koeien slaan. Ik kon koeien net. Yes! Yes, GG. GG. Ik was gewoon weg. Kom op, man. Wacht, we hebben geen loot nodig. Ik heb echt niks gedaan.
Ik heb echt een paar kills. Ja, ik heb ook zo'n 3 kills. Wel, goed gedaan. Yo, maar als je mijn stream kijkt, echt, mijn inventory is compleet bugged. Ik kan als ik iets drop of zo en dan iets zo pakken. Is iemand ender chest gewoon om het zitten? Het dekt niet. Die staat buiten. Ja, of schiet iemand die spawn best wel snel, by the way. Ah, shit, heel veel shit is al weg. Kijk hier. Aanvers. Had ik gewoon lege sugarboxen moeten hebben. Oh, is dit een fucking totem of dying een... op de grond? Ja, ik wil hem proberen te pakken. Ik heb hier een shocker in mijn ding. Oh, ik wil ook een shocker pak. Waar ik er echt gewoon heel veel zwaarde in heb gemaakt. Ja, ik ga lul uit je pek van. Ik ga één keer. Reden, ik ga nu liggen. Volgens mij heb ik zo 3 kills of zoiets. Ik heb ook nog een ander shocker. Ja, dit is echt gewoon mijn heilige shocker. Jezus, wat ik ben ook, volgens mij ben ik de enige shock al die dood is gegaan. Hallo? Nee. Iemand nakte gewoon shit uit mijn shulker, ik snap. Hoe heb ik een stack gapples gewoon opgepakt, what the fuck? Oh, dit was best wel leuk. Ben ik de enige die dood is gegaan? Nou, guys, gefeliciteerd. Yo, bedankt. Vannacht ga ik eventjes deze regio claimen, die zal ik dan aan jullie land toevoegen. Dus dat zijn vanaf morgen, kan je het zien op de diemap. Dat het land van jullie is. Top. Gekoloniseerd. Ja. Is het erg dat ik zeg maar gekikt was omdat ik heel snel weg was en toen weer ben gejoined om te helpen? Ik heb ervan gemaakt dat het je internet was, dat ik het van tevoren heb aangegeven. Oké. Okay. Ja, mijn vader ziet me nu echt een beetje boos, dus ja. Geef niet. Had niet veel uitgemaakt of je nou, als je niet meer was teruggekomen, was hetzelfde gebeurd. Ja, dus dat was normaal, dus. Yo, besef even dat ik gewoon in leven had kunnen zijn als ik gewoon meteen hulp kreeg, godverdomme. Ja, besef, had jij niet gewoon een clown moest zijn? Ik wou er meteen mee ingaan. Even snel, laatste dingetje. Jullie zijn weer vrij om de call te kunnen verlaten, et cetera. We zitten altijd vast hier. Even kijken, en Titan, zit jij nog in game mode? Volgens mij wel, hè? Ik was hier in, ik zat hier gewoon 1v2 en toen kwam Nosense erbij. Sta je veilig? Het lijkt oud. Sta je veilig? De Titan? Zullen we bij hun in de call? Ja, sure. Entity, Hendrik. Hendrik, sta je veilig? Oh, ja. Oh, wacht, okay, heb ik een stekker in de call? Wacht, ik heb zelf. Ik heb een. Waarom heb ik een stack van slow? Ik heb 4 stacks slowness ergens. Wat de hel deed. Ik wil ook gewoon. Nee, dat was het. Ik heb niet aan het gemaakt, dat ga ik wel op. Hou bij hun in. Er kunnen maar 6 mensen in. Oh, er zitten nog kisten daarboven toch? Die kunnen toch nog loot, of niet? Die hadden we nog maar blazen. Ja, ik kan niet meer bij, want ik heb geen appel meer, maar volgens mij staat er kist erboven. Ik kan er nog bij. Ik kan het toch bouwen? Dit is nu ons gebied. Dit is ons gebied. Ja, dit is ons land nu. Hoe kun je dat slopen? Uitbreken. Jules vraagt, mag ik bij jullie op bezoek komen in je nieuwe provincie? Nee. Refuse. Er staat nog steeds, je hebt 1000 kingdom punten nodig. Ik kan nog geen chest openen. Ik kan wel shit breken. Dit land is gewoon chest breken. Wacht maar Edson, dit werd toch gerollbacked of zit Edson nog niet mee? I don't know. Dus wij worden niet gerollbacked. Oh, nee, hij zit hier al. Hij ging rollbacked. Oh, hier zitten allemaal potions punten. Nee. Waar de fuck zijn ze? Kom, breek je dat? Kom, breek je dat? Ja. Oh. Hij zegt, breek die chest. Ja, anders kan je het toch niet in. Ze waren zo stacked, what the fuck? Ik ben eerst door mijn armor heen gegaan, we hebben meerdere armor setjes gebruikt, waar niet eens heen. Bro, iemand is dood gegaan met de totem. Ze hebben zoveel poison, what the fuck? Ik heb geen één totem of undying gebruikt. Ik ook niet. Ik ook niet. Ik heb juist het opgepakt. Hendrik, had je een totem of undying in je offhand toen je dood ging? Nee, ik moet opnieuw die shit werkt. Ik heb nog nooit gebruikt. Ja. Clown, je had het kunnen overleven als je gewoon brein had. Ja, daar had je het overleefd. Nee, ik heb nog nooit 1.9 gespeeld afgelopen maanden alleen. Hai yo. Ik kan mij niet blamen voor iets wat ik niet eens wat er bestond. Stupid brain, ons land. Dit is leuk, elke. Yo, ik zie fighting polig, mag ik hem slaan? Go death
Oh. Ik kom in openbaar. Wie is dat? Wie is dat? Wacht, ik kan het zo meteen zien. Dit is ons land, ik vind dat wij mensen mogen doden. Wie is het? Dit is Fighting Podag. Dit is Fighting Podag. Oké. Wil je heks uitzetten de volgende keer? Ik had geen heks aan, ik had Optifine. Yo, heks, betere FPS. Dat is zulke heks dat ik gewoon in één keer dood ging. Ja man, je zou maar gewoon erin gaan. En niet nadenken. Wie is hier in bed? Yo, ik zeg vier keer, yo, ik sta hier. Ik ga nu erin pearlen. En twee mensen keken me ook aan. Ik weet niet wie. Ja, misschien moet je even als iemand zegt van, oké, wij gaan mee. Niemand zei dat volgens mij. Yo, nee, maar dan moet je... Nou dan. Oké, we gaan nu erin. Maar dat werd niet verteld. Ik heb volgens mij... Eens wat er echt tering laat, volgens mij. Ik had denk twee. Maar ik heb als meer. Hoe is het twee weg tegen jou? Kom iedereen openbaar één? Openbaar één. Ja, daar past wel meer in. Beetje praten. Een beetje. Hun zitten allemaal op privé 3. Ja, daarom. Gaan we daar nou, nog? Ja, nee, we gaan gewoon... Nee, daar kunnen we niet in. Dus openbaar... Maar yo, dit is dus zo hype teaser. En waarom zat er een gat in het dak? Ja, ah! Er zat een gat in het dak. Ja, er zat één gat in het dak. Jongens, openbaar één voor Shagat Apology, of voor Shagat. Oh, zal ik ze er even in gooien? Nee. Luister maar hier. Ga dan, gewoon met z'n allen naar openbaar één. Oh. We gaan allemaal daarheen. Ja, ook beter. Okay, ik zal me even voorbereiden. Ja, ik bereid me ook voor. Eindelijk rust. De iemand van Nigeria. Ja. Oh, oké, okay, dan krijg je geen K-kick. Wel fijn om dit even te weten van tevoren, by the way. Jongens, gefeliciteerd! Bedankt gedaan, jongens! Dankjewel. We hebben deze kamer tussen gehad en gat in de zak, maar jullie hebben het goed gedaan! Ja, degene die dat doen is, lokken of ik kick je meteen. Zo gaaf. Is het weer camptijd? Chris, ben jij dat godverdomme? Jorik, is het weer camptijd? Ik hoor je niet. Bij Jorik is het altijd camptijd. Short POV. Waar komen de sexy camp video's, Jorik? Ik wacht erop. Ja, ik wacht ook op. Oh. Laat je bad boy tattoo zien, please. June, ga maar meedoen met Jorik. Ja, ik ga mijn cam ook wel aan. Oké, ik ook dan. Hallo. Ik doe wel eerst mijn AirPods in. Jorik, ga Bijbel lezen. Er zijn niet zoveel mensen hier. Wie gaat Bijbel meedoen met de stoelstoel? Jezus, nee, ik ga niet meedoen. Ik vind het best. Haha, Nicola is weg. Kom terug hoor. Ik ben er. Ik hoor maar alleen Christian. Ja, ik ben onderweg. Aight. Oh, er is nu al een YouTube video. Oh, echt? Het is een stream. Oh. Shagat is nog steeds bezig. Disappointing point of view. Kan je met mij herspannen, wie is dat? Dat is niet van ons. Ja, maar daar zie je... Disappointing. Top. Maar June, ga je ook mee kennen dan? Ja. I'm waiting for you. Jorik, je moet even opnieuw. Hallo. Jorik, je moet even opnieuw. Avond. Jorik. Ja. Je moet even aan en uit doen, want je blijft op laden. Mooi joh. Okay, Sam, hij gaat je ass bieten, pas op. Wat? Wie? Oh. Deze mofo. Oh, ik heb heeft jullie eten bij, of niet? Ik heb kolen, carrots. Kom maar even eten. I'm waiting for you. Heeft iemand een pijl voor me? Sanne. Ik heb toch. Wat? Ga je mee met Toby doen? Ga je meedoen met Gmod? Wat de hel, dat was zo'n niet goede Nederlandse zin. Ik ben ook niet Nederlands. Maar wie gaat er meedoen met de India? Ja. Waarom de fuck heb je een overhemd aan, Sander? Weet ik veel. Ik heb een overhemd, wat de hel. Oh nee, ik laat dingen vallen. Christian! Ik kan mijn Bijbel niet vinden. Oh.
Wat is wachten? Waarom is die allemaal... Wacht, kun je... Laat die gelijk een wacht nu zetten. Yo, fighting Polen, what the fuck? Yo, hij verraadt ons, ik sta door. Yo, wat is dit? Dit is een haatactie. Ik voel me bedreigd. Kan je trouwens een nieuwe warp in dat KD-gedeelte zetten? Nee, het is... We zetten de... Edwin, we zetten de warp alvast, maar... Ja, dat is goed. KZ warp hoe gaat dat heten? Hoe? KZ warp D. Hoofdletter D. Bestaat er. KZ warp, hoofdletter D. Yo, staat er. En zoveel warps zijn echt zo weird. Ik wil huilen. Zit Vincent hier nog in? Nicky, nee? Okay. Ga huilen dan. Nicky, ga huilen. Nee. Ik heb mijn emoties deels nog onder controle. Jongen, wat duur lang. Deels. Deels. Wat ga je doen dan? Ik wel, maar... Ik ben mijn wimpje geld. Dat is. Ik heb ook net wimpjes op. Voor mezelf. Fuck! Ja, ik hoor de hele tijd... Al mijn spullen weg, hè? Mijn slangarm naar wet, mijn cumshooter. Ja, ik heb die jou met tussen. Yo, maar ik heb die wapens. Ja, maar hey, ik wil hem wel van je overkopen. Achterstenen en munten. Achterstenen. Nee, je mag voor de kutjeschepper hebben voor achterstenen en munten. Ik maak wel een nieuwe computer voor jou. Ja, Christian heeft mij de kutjeschepper genoemd. Het moest putjeschepper zijn. Dat was gewoon een spelfout, I swear. Mijn ass. Is dat een spelfout? Nee, kut. Niet ass. Yeah, Christian. Yeah. We zijn alle kom, Christian. Ze hebben ook gewoon alle drie een fluit. Waarom? Oh man, kun je meer bruiten horen? Nee. Oh god, hij heeft het gespeeld.